Als je je stekker aansluit, dan ontstaat er magic. Als je je stekker aansluit, dan ontstaat er magic. Wonderen bestaan. Als je in jezelf afdaalt, ga je jouw schatten vinden. De schatten om je heen, de boodschappen die je krijgt gespiegeld. De afgelopen 13 jaar heb ik heel veel mooie boodschappen gespiegeld gekregen. En ik zou nog terugkomen hierop. Dus dag lieve mensen, fijn dat je weer kijkt. Er zijn de afgelopen weken zoveel bijzondere, mooie dingen gebeurd. Die krijg ik in een vlog niet verwerkt. Ik ga toch wat dingetjes proberen, maar zo bijzonder. Ik heb heel veel verdriet gehad. Ik heb heel veel geluk gevoeld. Ik heb heel veel pijn gevoeld. Ik ben vooral enorm gegroeid. En dichter bij mezelf gekomen. Het begon allemaal op een gegeven moment toen ik het hondje Stekker had, was de naam Stekker een hele grappige naam. Maar die naam Stekker, ja, dat is zo gekomen, hè, met een dolletje. Maar toch, op een gegeven moment ging ik met het hondje wandelen. Ik denk dat dat een jaar of 6, 7, misschien 8 geleden is. En 's morgens vroeg om 6:30. En toen zat ik aan de lijn en toen voelde ik in één keer, het was Stekker aan het trekken, maar het was het kleinste hondje uit het nest. Maar ze had wel boodschappen te brengen. Dat ik zoiets had, ze ging niet de kant op die ik wilde. Ik denk, wat is dat toch? Ik ben er vroeger ook ooit boos op geweest. Ik zei, kom op, wat denk je ervan? Dat is dominantie. Totdat ik op een gegeven moment ging inzien, hé, er zit een verhaal achter, er zit een boodschap achter. Wat als die lijn nu de lijn is van het universum die jou ergens naartoe wil brengen? Waarom bieden we zoveel weerstand? Waarom doen we dat? En zo is het zaadje geplant. En dan ga ik echt overal heel kort door de bocht, maar er is zoveel meer gebeurd. En vandaag is het Kin 85. Poordag, rode slang, levenspad, blauwe storm. De rode slang volgens de Maya staat voor passie. Ook voor transformatie, voor vellen, hè? De slang verveld. Maar voor passie. Stekker, haar verjaardag is vandaag. Stekker, haar zegel, was de zegel van de rode slang, levenspad, blauwe storm. Wat wil nu met de Maya's? Mijn passie is de rode slang. En een familiezegel bij mij is blauwe storm. Want blauwe storm staat voor transformatie. Het zit zo mooi in elkaar. Echt, dat is schitterend. En onze nieuwe hond. Ik heb gisteren nog een traan gelaten om Stekker. Dan mag je best weten dat ik dingen voel. Maar dat hoort erbij. Het leven is loslaten. Maar de passie van de rode slang, het is vandaag de rode slangdag. Daar kan ik pas bij komen als ik de witte wereldoverbruggermeester ben. Dat is zelfovergave. Dat is ook bewijs van de dood. Het is loslaten. Wat is de zegel van onze nieuwe hond? Magic. Ik zei tegen Joyce toen erop ging halen, ik ben echt benieuwd wanneer ze geboren is. Ik wil dat nu graag weten. Dus ik vraag aan die vrouw, wanneer is Magic geboren? 26 oktober 2023. Hé, dat is grappig, dat is op de verjaardag van mijn moeder. 26 oktober 2023 is Witte Wereldoverbrugger. Toon 6, levenspad Rode Draak. Jouw dieren vertellen jouw boodschappen.
toen ik stekker in het begin had. De eerste jaren was het veel spelen, noem maar op. Maar ik was er me niet van bewust. Maar het beestje, het diertje, had iets moois te vertellen. Stekker was de kleinste uit het nest. Nu we nu gingen kijken hoe dat allemaal is gelopen, maar dat is zo bijzonder gelopen. Het is allemaal klaargezet. Want wij kwamen daar bij die vrouw kijken. Er was nog een teefje, nog een reutje. We wilden een teefje. En toen we daar kwamen bij die vrouw, toen zei ze van ja, dat is wel grappig. Want normaal is het reutje veel drukker. En nu is het teefje veel drukker en aanwezig. Oké. Okay. Ze zei ja, het teefje is wel de grootste uit het nest. Bijzonder. Stekker was de kleinste uit het nest. Met een groot hart. En deze is het grootste uit het nest. Is dan de boodschap, je mag nu je grootsheid in alle bescheidenheid tonen? Je mag de grootsheid aan de wereld laten zien? Jij mag de grootsheid aan de wereld laten zien? Is het nu tijd om nog meer te stralen? En dan ook het plaatje Hapert. Ik rijd naar het werk altijd door Hapert. Ik heb vroeger daar bij Hapert gewerkt. Dus toen wij daar zagen dat het hondje daar... Ik denk, potverdikkie, dit is toch wel heel erg bijzonder. Ik zei op een gegeven moment, want de kinderen wilden een ander hondje. Want ja, kinderen zijn heel erg in het moment mee stekker begraven. En dan zijn ze daarna het verdriet ook weer heel vlug kwijt, zeg maar. Hè. Ze denken er misschien nog wel ooit aan. Maar kinderen leven echt in het moment, van moment tot moment. Dus ze waren al bezig met een ander hondje. En Joyce had wel eens een keer gekeken. Daar had ze iets gevonden in Hapert. Ik zeg, we zaten bij mijn ouders. Ik zeg, ja, als je wil bellen, bel maar. Ik zeg, ja, prima. Ik denk, dan laat ik het eventjes over aan of het gebeurt. En Joyce ging bellen. En we konden meteen kijken. 31 januari gaan we kijken. En dan gaan we kijken. We hebben het hondje niet meegenomen. Want we zeiden, laat mijn auto opnieuw nog maar bij de moeder. Dan is het rustig. Dat is veel beter. En 2 januari op mijn verjaardag zijn we het hondje op gaan halen. En toen we het hondje op ging halen, wist ik pas de geboortedatum. Want dan had ik het meteen opgezocht. Ik denk, wow, dit is wel heel bijzonder. Maar wat is er nog meer bijzonder? Want ik zei ook, op een Telegram post zei ik van, Stekker heeft dit mee geregeld. Ik heb de afscheidsfilm van Stekker op 6 december gemaakt. Maar ik had het al een keer eerder gemaakt, omdat ik voelde, Stekker zei van Leon, het gaat niet meer. Maar de eerste keer toen ik het had gemaakt, krabbelden ze weer overeind en ging het weer goed. Maar op 6 december was het weer heel slecht. En onderweg, toen ik op het werk onderweg naar een klant was, zag ik in één keer een auto rijden, een Jaguar rouwauto. Ik zie wel eens ooit een rouwauto rijden, maar nooit. Nooit een Jaguar, nooit. En Jaguar is mijn krachtdier. Ook een heel bijzonder kenteken, maar ik weet het zo eventjes niet. Ik heb net in mijn journal even gekeken of er op 6 december bijzondere dingen waren. En dit stond erin. Ik denk, oh ja, die Jaguar. Dus ik wist toen ik in die auto zat van ja, dit is een signaal Leon, er gaat iets gebeuren. En achter die Jaguar rouwauto reed nog een Jaguar. Alles krijg jij gespiegeld, de boodschappen die voor jou nodig zijn. Want ik vertel het niet voor mij, ik vertel het voor jou. Dat je misschien kunt zeggen, hé, dat heb ik hier of hier ook meegemaakt. Want het leven zit zo bijzonder in elkaar. Dat is niet te vatten met het hoofd. En met het hart te voelen, te beleven. Dus toen ik eenmaal thuis was van het werk, denk ik, ja, ik ga met Stekker die boodschap opnemen. Ik heb die boodschap opgenomen. Dat Stekker in mijn jas gedaan, zoals je toen tijdens het filmpje ook zag. En ik wandel daarna terug. En kom ik een mevrouw tegen met haar kinderen. En de dochter van die mevrouw is een vriendin van Milan. Hè? Die zijn verliefd op elkaar. Hè? Je weet hoe dat gaat met je kinderen. Nou, heel leuk hoe dat gaat. Hebben ze een andere hond bij? Achteraf gezien, precies dezelfde hond als wij nu hebben. Maar ja, dat wist ik toen ook niet. Want ik zat toen... Ik zeg, oh ja, een andere hond. Ja, een praatje gemaakt. En
zodoende had ik dus al verbinding. Nou ja, op een gegeven moment naar huis. Ik had dat filmpje gemonteerd, maar ik had die nog niet online gezet. Ik denk, ik zet die pas online als stekker echt zegt, ik ga vertrekken. Want ze heeft me al een paar keer meer bij de veter gehad. Dat ze zei van, nou, ik blijf nog eventjes. Daarna krabbelde ze stekker weer op naar 6 december. Het ging weer een beetje. Dan, ze kwispelde weer, ze deed weer. Ze rende nog af en toe. Dat ik denk, oké, nou ja, mooi, dankjewel. Quality time. Maar ze was continu aanhankelijk dat ze op me begon te springen, tegen me aanhangen. Dat ik voelde van, Leon, het duurt niet lang meer. En toen was het dus de dag dat het moest gebeuren. Ik had een paar nachten beneden geslapen. En ik, ja, stekker had een keer opgevouwen, ergens gelegen. Dat ze echt, het ging echt niet meer. Dat was echt, ik denk, ik laat de natuur het werk doen. Maar dat ging niet. En toen was dus die dag de dierenarts gebeld. Nou, konden we 's middags terecht. Bij 's middags naar de dierenarts. Was er een spoedgeval tussendoor. Ja, sorry Leon Joyce. Of ja, meneer en mevrouw zei ze, want we komen nooit bij de dierenarts. Gelukkig. Maar wel lieve mensen die er werken, zeiden, ja, er komt een spoedgeval tussendoor. Er is een hond die heeft vergif opgegeten. Dus die, ja, het is heel hard nodig dat we daar, dan moeten we eerst, dus de ene hond die gaat naar boven en de andere hond die probeert zijn leven te redden. Nou ja, dat snappen we helemaal. Na 10 minuten hadden ze tijd, die hond hadden ze naar een andere kamer gebracht om de maag verder leeg te pompen, noem maar op. Een husky, en een husky staat voor autoriteit, dat je je eigen plek inneemt, dat je je wegloopt, zeg maar, je eigen weg loopt. Heel bijzonder. Naar die husky. De naam mocht stekker. Toen zei die, ik zei tegen die vrouw, ik zeg, dit is ook wel heftig voor u. Hè? Toen zei ze, ja, dit is al de vierde of de vijfde. Ik weet het even niet meer vandaag. Het was ook Witte Honddag. Witte Hond staat voor zelfliefde, acceptatie. Nou, stekker had de prik gekregen. Na de prik ging ze veel vlug slapen. En daarna kreeg ze de prik voor om het hart te laten stoppen. Nou, de prik zat voor om het hart te laten stoppen zat er nog niet in. Of het was al gedaan. Dus ze liep echt op haar einde. En toen kwam heel vlug dat andere hondje in beeld, zeg maar. Want ik ben stekker absoluut niet vergeten. Want ik... Ze zit echt bij me. En toen ging dat over die andere hond. En Joyce had met die mevrouw Aniek geappt. Die toen die 6 december tegen had gekomen, van dat we een ander hondje wilden kijken. En we zochten dan een mini shepherd. Ja, toen zei ze, oh ja, ik laat ons hondje wel eens zien. En toen hadden we in die tussentijd, of een dag later kwam ze, ik weet het eventjes zo even niet. Dat was het 31 december. Toen zijn we ook naar dat hondje wezen kijken in Hapert. En toen zou Aniek 's middags komen. En 's morgens wou we naar de hondje wezen kijken. Ik zei, hey, dat is precies hetzelfde hondje. Toen zei Aniek, zijn jullie ook in Hapert geweest dan? Daar en daar. Ja, precies hetzelfde adres. Ik vroeg toen van, wanneer is dat hondje geboren, Bo? Ze zei, toen en toen. Opzoeken. Witte Wereldoverbrugger. Ah, die is Witte Wereldoverbrugger. Achteraf, ook Witte Wereldoverbrugger. Overgave. Wij mensen spiegelen elkaar en we hebben zo boodschappen. En zo is dus alles met elkaar geregeld dat ik zeg, stekker, stekker, stekker. Geweldig. Vandaag gefeliciteerd, stekker. Galactische verjaardag. Een jaar, galactisch jaar, duurt 260 dagen. Net als de geboorte, of de bevruchting en de geboorte van een kind. Baby, alles wordt in het grote en in het kleine teruggespiegeld als je maar leert kijken. En mijn moeder is rode draak qua levenspad en Magic is rode draak, of die is Witte Wereldoverbrugger in het levenspad van de rode draak. Daar kan ik nog veel meer over vertellen, maar dat wordt misschien te... Ja. Stekker was met Magic is qua naam. De energie van nummer 33.
stekker woog, want we moesten wegen toen ze, oh ja, voor de spuit waarschijnlijk, hè, we moesten gewicht wegen. 3,3 kilo is ook 33. Toen we Magic gingen halen, was Magic 3,2 kilo. 3,2 is 5, is transformatie. Overal zitten boodschappen in en daar hoef je niet voor te gaan zoeken. Je hoeft alleen maar te kijken en dan, wow, mooi, dankjewel, oké, dan mag ik dit doen, dan mag ik dat doen, dan mag ik dit doen. En ook de shepherd hond is een idee van de kinderen. Shepherd is de herder, is onze herder, de bewaker, bewaakster. En ook dat de nieuwe hond weer een energie brengt. En zo heb je dus continu boodschappen. En je kunt bijvoorbeeld iets leren van de Maya-kalender. Maar als je het leert, sommige mensen zeggen, ik vind het ingewikkeld, je hoeft er maar mee bezig te zijn. Je hoeft helemaal niet heel diep in te zoomen. Als je maar gewoon leert kijken, oh die dagenergie, zus, zo. Komen die boodschappen nog meer op je pad, omdat je ze herkent. En herkenning geeft erkenning. En erkenning geeft inzicht. Ik heb nou voor bijvoorbeeld inspiratielezing 21 januari heel veel dingen gedaan. Ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb zelfs een hele Maya-kalender gemaakt met nieuwe zegels en zo. En ja, daar ga ik mensen in meenemen. Maar vooral heel erg praktisch. Wat kun je er nou mee in plaats van theorie? Nee, het gaat erom, wat kun je er nou praktisch mee? En toen zei iemand tegen mij, Leon, heb jij bewust 21 januari gepakt? Want ja, dan is het, wat was het ook weer? Dan gaat Pluto, Waterman in Pluto lopen, Pluto in Waterman lopen. Voor eventjes. En Pluto in Waterman staat voor transformatie. Stekker was, levenspad blauwe storm, transformatie. Dit jaar gaan er echt heel veel dingen gebeuren. Heel veel dingen gebeuren. De kaarten worden geschud. Dit jaar worden de kaarten geschud. Dat voel ik aan alles. Het wordt een magical year. Maak er dus een magical year van. En hecht je niet aan dingen, maar laat dingen met liefde toe. Laat dingen ook weer los. Ben dankbaar voor de dingen die op je pad komen. Ik ben zo dankbaar dat Stekker op mijn pad is gekomen. En ik voel dat ze nog steeds dingen doet. En ik lach. Ik heb een traan. En we gaan gewoon door. We gaan gewoon door. En daar wens ik jou ook toe. Want ook ik heb het af en toe behoorlijk lastig. Dan mag je best weten dat ik voel. Potverdikkie. En er worden zo mooie verhalen verteld van hoe je dingen moet doen. Theorie uit een boek. Ja, sorry, maar mensen, blijf bij jezelf. Blijf in je hart. De lessen worden continu gespiegeld. Voor jou, voor mij. En mensen die dat allemaal uit een boek vertellen, dan zeg ik van, vertel nou eens je eigen lessen, want er heeft een ander heel veel aan. Want de ander ben jij, jij ben ik. En samen zijn we één. Samen zijn we de kalender, onder andere. Je gaat het zien als je het doorhebt. Je gaat het zien als je gaat vertragen. We zitten in zo'n versnelling, zo'n versnelling. En ja, stap uit die versnelling. Leg die ketting een tandje lager en ga vertragen. Ga vertragen. Stekker heeft mij die boodschap gegeven. Leon, dan gaat de stekker er pas in. En dan ontstaat de ware magie. De ware magie in jezelf. De ware magie buiten jezelf. Jij bezit zoveel magie. Magie. Ik wens je een magical, schitterend jaar toe. Bye bye.
Bye bye.